De Bijbeltekst voor vandaag is Romeinen 15, vers 5. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. In de Bijbelapp lees ik de bijbehorende overdenking waarboven staat: God geeft goede gaven. Er zijn periodes in ons leven waarin we meer ontmoedigd dan bemoedigd zijn. Het is onvermijdelijk dat we die momenten allemaal meemaken en het is vaak tegenover onoverkomelijk verdriet of negatieve ervaringen dat dit gebeurt. Maar Romeinen 15, vers 5 herinnert ons eraan dat er drie dingen zijn die God geeft aan degenen die in Jezus geloven. Het eerste is dat God volharding geeft. Als we moe beginnen te worden van het doen van goede dingen of van ons leven voor God. Komt dat vaak omdat we met de verkeerde motivatie leven? Echte motivatie komt van leven voor God, niet voor onszelf. Het is God die ons door de geest het uithoudingsvermogen geeft om goede keuzes te maken en voor Hem te leven. Het tweede wat God ons geeft is bemoediging. In periodes van ontmoediging, wanneer we ons in de steek gelaten voelen door mensen, geeft God ons blijvende bemoediging. Hij herinnert ons eraan dat we geliefd zijn. Hij herinnert ons eraan dat we getransformeerd worden. We hoeven niet te streven naar goedkeuring of acceptatie, omdat we al zonen en dochters van God zijn. Het derde dat we God kunnen bidden om ons te geven, is eenheid van ziel ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat we anderen zien zoals Jezus hen zou zien. In plaats van hun gebreken of fouten te zien, zien we hen als mensen die door God geliefd en bemind worden. We moeten streven naar eenheid met elkaar in plaats van verde verdeeldheid. Al deze drie dingen zijn het waard om voor te bidden en God te vragen om volharding, bemoediging en eenheid met elkaar. Als je je moe voelt en wil stoppen, vraag God aan om het uithoudingsvermogen om goed te blijven doen voor de mensen om je heen. Als je je ontmoedigt en neerslachtig voelt, vraag God aan om de bemoediging die alleen Hij kan geven. En bovenal, vraag God om hetzelfde hart en dezelfde ziel als Jezus, die ons samenbrengt in eenheid in plaats van verdeeldheid.